Wat is op YouTube? Gina hier van DevPlays Games. Welkom naar een nieuwe aflevering van Let's Go Eevee in Poketober. Ik had eventjes snel op mijn huidige save waar ik al mee bezig was, voordat ik natuurlijk deze gameplay heb gemaakt, even gecheckt of het inderdaad was dat wat ik altijd heb gezegd. Jullie weten het verhaal natuurlijk al. Maar helaas, zoals hier in beeld, wat ik op Instagram heb gepost. Ik kwam dus helaas tot mijn conclusie dat ik met mijn stomme kop toch ineens verder was gegaan. Zonder dat ik het dus kan herinneren of wat dan ook. Omdat ik natuurlijk zo gefocust ben op om het goed te doen met mijn kanaal en mijn video's aan te passen. Van hoe ze eerst waren naar ja, een beetje verbeteren in van alles en nog wat. Oftewel stilte, stotteren, weet ik het allemaal. Proberen weg te halen met editen. En het zo soepel mogelijk te laten gaan, om zo te zeggen. Zodat jullie het veel makkelijker kunnen volgen en het leuker vinden natuurlijk. Maar zoals jullie dus hier in beeld ziet, ik heb dus helaas al tot aan Sabrina gedaan. Dat betekent dus dat ik tot aan Sabrina het ga doen, om zo te zeggen. Daarbij wil ik ook nog zeggen, ik wil dan ook laten zien hoe je Charmander kan krijgen en hoe je Squirtle kan krijgen. Want nou ja, Bulbasaur heb ik natuurlijk nu al, die natuurlijk al bijna Venusaur is geworden. Maar in ieder geval, dat laat ik dus in deze save natuurlijk zien. Ook laat ik jullie ook zien, wanneer ik eindelijk Surf heb, hoe ik Articuno gevangen heb en noem maar op. En bij Sabrina is ook een andere gym. Waar ik langs heb gelopen, noem maar op. En daar ga ik wel wat van vertellen, maar niet helemaal naar in om het jullie te laten zien. Maar ja, in ieder geval, dat is dus de planning van deze save die ik gebruik. Totdat ik dus naar mijn huidige save die hier voor ziet, waar ik 75 Pokémon heb. En 6 badges heb, noem maar op. Ik ga dus even kort gesloten voordat ik echt ga beginnen met deze gameplay natuurlijk. In deze save die ik dus nu gebruik, laat ik dus zien waar, hoe je Charmander kan krijgen, hoe je Squirtle kan krijgen, waar, hoe ik Articuno heb gekregen, Koga en Sabrina verslaan. En uiteindelijk laat ik ook zien wat die andere gym is naast Sabrina in Saffron City. Daar natuurlijk uitleggen, noem maar op en zo. En dan wanneer ik dat heb gedaan, dan switchen wij naar mijn huidige save. En daar gaan wij natuurlijk verder. En daar natuurlijk over verteld gaan we nu verder met de gameplay. Nou, in de vorige aflevering waren wij dus gebleven bij hideout van Team Rocket. Zoals jullie dus kunnen zien, overal Team Rocket Grunts staan er. De missie is om uiteindelijk deze bedrijf natuurlijk te helpen van alle Team Rocket Grunts, noem maar op. En om natuurlijk verder te kunnen gaan om eventueel ook kleine Cubone te redden. En verder moet ik natuurlijk mijn weg zien te vinden in deze hele mikmak. Oh mijn hemel, dit weet ik nog van Pokémon Rood. Oh, dit is zo leuk, hè. Van, je gaat dan, woep, en dan kom je op een gegeven moment ergens een... Oh, de herinneringen van dit en hoe irritant het is als je zoiets hebt van... Oh, ik moet daar, maar ik kan niet stoppen. Oh. Maar in ieder geval, ik ben bij de Pokéball. En het is een Nugget! Die kan je echt voor veel geld verkopen. Was het maar in het echte leven ook zo. Maar goed, het is eigenlijk een kleine doolhof waar je eigenlijk door moet wringen, noem maar op. Oh, en ik weet het nog van Rood, oh mijn god, ik heb echt uren gewoon voor de fun gewoon rondlopen, lopen draaien, noem maar op en zo. Omdat het gewoon zo... ik ben raar, I know. En we zijn eindelijk bij het einde.
Ik moet een sleutel hebben. We gaan even kijken wat er boven is. Nou, in ieder geval 2 team Rocket Grunts. Oké, we zijn nu in een aparte kamer gekomen. Hoppata, we hebben de sleutel van de lift gevonden. En ik moet in ieder geval na deze scène moet ik wel... even snel naar de Pokémon Center, want mijn Eevee is nou gepoisoned en ja, dat is niet goed. En waarom heb je hem daar omhoog gedaan? Hey. Hoppa, Eevee! Oké, ik ben dus nou Eevee en hoppata, ik hoppel. Boep. En ik hobbel naar de plek waar de liftsleutel is. Ah, geweldig. Hoppata. Oh god, heb je die twee ook daar nog? Oké dan. En poep! Weer op mijn hoofd. En uiteraard is hier een pokeball. Ik dacht van, ik ga even kijken. Maar we waren dus hier in dat gedeelte waren wij. Dus dat betekent, oh god. Mag ik jullie even voorstellen? Om de wereld voor verder verval te behoeden. Om de mensen van ons volk te kunnen beïnvloeden. Om de kwaadaardigheid van liefde aan te tonen. Om dichter bij de sterren te kunnen komen. Jesse? En James. Team Rocket, nog sneller dan het licht. Vecht als een man of geef je over en zwicht. Miauw, ogen dicht. Wat motten jullie nou weer? Nou, uiteraard ga ik Cubone redden. Kom maar op. Nou, ik heb ze voor de tweede keer gewonnen. Van ze. Nou, we zijn weer terug. Al mijn Pokémon is geheeld. Dus laten we kijken wat hier de probleem is. Ik ben zo blij dat ik naar de Pokécenter ben geweest. Man. 3 van mijn Pokémon zijn al gewoon knock-out door hem. Oh, oh, oh. Ik weet niet eens of ik hem moet gaan vechten. Zo ja, dan moet ik even wat doen. Heb ik die niet hier? Ja, revive. Dan revive ik even Eevee. En dan geef ik er ook... Hyper Potion en wat was het ook alweer? Ja, die moet ik even hebben. Ja, moet ik ook doen. Heb ik in ieder geval 2 van mijn sterke Pokémon, heb ik iets wat bij elkaar gesmokkeld. En dan kijken wat hij wilt, want hij is Giovanni. Ah, hij is onder de indruk dat ik Archer heb verslagen.
Geef gewoon Cubone en rot op met je Team Rocket. Nou, dat was dus Makkie. Zijn eerste Pokémon van level 35 was Persian. En als laatste had hij een level 35 Rhyhorn. En die heeft mijn Gyarados met Scald in één keer gevloeid. Nou, we hebben Cubone gered. En we hebben Silphco gekregen. Mooi, dan kunnen wij in ieder geval eindelijk zien wat voor spoken dat zijn allemaal. Want die zien er zo raar uit. En ik weet dat ik natuurlijk het al heb gedaan, maar ik blijf het gewoon raar vinden. Nou, dan gaan wij terug naar Lavender Town. Hey, ik heb nou net wat iets nieuws geleerd. En dat laat ik jullie even zien. Dan hoef ik niet helemaal rond te lopen of wat dan ook, zeg maar. Ik ga dus naar Lavender Town en Skydash. En wat gaat er dan gebeuren? Hoppa! Ik hoef niet meer te lopen. Ik kan nou gewoon vliegen. Hoppa. Maar ja, hier ga je eerst eventjes mijn Pokémon helen. Maar ik sluit het hier af. In de volgende aflevering gaan wij dus hier weer terug. Cubone's moeder. Dat meisje. Ja, dat klopt. Team Rocket is steeds achter Marowak gegaan. Vanwege hun schedels geld opleveren. Ik denk dat Cubone nog steeds voor zijn moeder aan het zoeken is. Ook al is ze overleden. Ik kan Team Rocket nooit vergeven. Oh mijn hemel. Ik zag Cubone naar de Pokémon Tower gaan. Een kleine half uur, een kleine weekje geleden. Mr. Fuji is ook zoek. Dankjewel, je bent. Wow. Ik hou niet van spoken, maar ik moet dit echt doen. Wauw, er is iets dus gebeurd met de moeder van Cubone. Team Rocket heeft daar dus zodanig lopen achtervolgen en waarschijnlijk geslagen, geschopt, weet ik het allemaal, waardoor dus Cubone's moeder overleden is. Dat blijft gewoon aangrijpend gewoon in dit game gewoon. Maar ja, goed. In de volgende aflevering gaan wij dus de Pokémon Tower in om te kijken waar Cubone uithangt en waar eventueel ook Mr. Fuji is. In ieder geval, vonden jullie deze aflevering leuk? Geef een blauw duimpje omhoog. Deel met je vrienden. En ben je nieuw? Abonneer je op mijn kanaal voor meer Poketober als deze. En uiteraard vanaf 1 november andere content. Dan zou ik zeggen, druk die abonneerknop met het belletje natuurlijk. En dan zie ik jou de volgende video. En bedankt voor het kijken naar deze. Doei doei!